Fijn toch te zijn. Ontgroening! Ontgroening! Goedemorgen, vandaag is het woensdag. Jor is net geland en ik kom straks hierheen. Ah, fijn. Ik weet niet of het hoort op de achtergrond, maar ik wilde vandaag zo lekker uitslapen. Want dat kon ook. Alleen nu zijn ze bezig met een drillboor voor mijn deur. Super irritant. Ik was echt al 8 uur wakker. Ook de hele nacht niet doorgeslapen. Ik had gisteren ook slaappillen gehad. Omdat ik echt slecht in slaap val. Omdat ik nog steeds zeg maar panisch ben voor muizen. Maar de meterkast zit zeg maar hier. Dus je hoort gewoon altijd geluiden en buizen tikken en zo. Dus dan ben ik gewoon bang dat er iets is. En dan schrik ik gewoon elke keer wakker. Dus dan. Ik slaap gewoon geen hele nacht meer door. En de ASMR-video's helpen wel. Want dan zet ik die gewoon op en dan hoor ik niks meer. Dan voel ik wel echt goed in slaap mee. Maar ik. Sorry. Nee, ik doe nu toch even liever een nachtje weer goed doorslapen. Best wel vervelend. Goed, ik heb eten besteld. En ik ga zomaar even douchen dan. Want ik. Ik kan toch niet verder slapen. Ontbijt. Zo, ik ben weer wakker. Ik was weer in slaap gevallen en toen kwam Jor terug. Dus toen maakte hij me wakker. En ik heb een heel lief, mooi armbandje van hem gekregen. Hij heeft meegenomen. Echt super schattig. Hij ligt nu te slapen, want hij heeft helemaal niet geslapen in het vliegtuig. En het regent. Maar ik ga hem even klaarmaken en dan ga ik even eten halen. En ja, dat soort dingetjes. Wc-papier, boodschappen, dat is het omgaan. Ongeveer een beetje qua maat. Ja. Ik ben klaar voor opmaken en ik heb even snel een super korte video over het t-shirt met Alice is opgenomen. Dus die ga ik even snel editen en dan meteen online gooien. Jor slaapt toch, dus ik kan toch wel even wachten met het eten en ik wil mijn haar nog niet doen. Want het regent fucking hard. Dat is een beetje onzinnig. Waarom doet hij dit niet? Kom op. Ik ben klaar om te gaan en het regent zo hard. Ik wil gewoon eigenlijk de deur niet uit. Tenminste, het regent helemaal niet zo hard, maar... Ik zou gewoon bijna een taxi willen pakken naar de Mac, maar er zit er echt een hier in de straat. Dan verklaar ik mezelf echt voor een debiel. Dus dat ga ik niet doen. Dit is trouwens wat ik aan heb. Een soort gewaad ding van Come Get Fashion. Legging aan hem en schoentjes is van mijn hand. Ja, ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet vinden. Ze matchen wel lekker bij mijn kleed. Allebei harig. Ik ben weer thuis met Mackie. Ik heb net van die kleine losse wimpertjes gehaald bij de kruidvat. Gewoon even om te testen. Want ik kreeg ze bij de Nationale Sextest toen we make-up werd gedaan. Kreeg ik die ook op en ik vond het echt super mooi. Dus ik ga dat even nu proberen. En ja, die wimperlijn erbij, ik weet niet of het een goede is. Ik had eerst duolijn, maar die vond ik ook niet zo fijn. Voor, want ik deed eerst eigenlijk nog best wel vaak gewoon echt wimpers op. Dus ik ga het even proberen of het iets is. Het zijn van deze wimpertjes, moet ik echt mijn nagels nog gehad voor. Van die losse stukjes. Nou, we shall see. Oké, ik laat het even van dichtbij zien. Hier heb ik echt al een stuk of 9 wimpers geplakt. En hier nog niks. Maar 9 vind ik best veel. En ik vind het niet wonderbaarlijk. Een wonderbaarlijk verschil. Tenminste, als ik nu zo kijk. Misschien als ik het later ga editen, dat ik denk, het is best wel een verschil. Maar ik vind het nu niet echt. Tenderend of zo. Oké, ik ben dus even verder gegaan. En nu zie je wel degelijk verschil. Ik vind het super mooi. Ik weet alleen niet of je die lijm heel erg ziet. Want als ik mijn ogen openhoud niet. Maar misschien dat als ik ze dan dicht doe of zo. Dat je het wel ziet. Wel moet ik zeggen. Ik heb bijna heel het dingetje opgebruikt. Oh. Ik heb bijna heel het dingetje opgebruikt. Er is nog maar één rijtje over. En ik weet niet of dat normaal is. Dat je het er zoveel op doet, zeg maar. Misschien dat ik dikkere moet kopen of whatever. En ik ben ook benieuwd hoe lang ze blijven opzitten. Maar dat zal ik laten weten. En als jullie benieuwd zijn naar een tutorial hoe ik deze aanbreng, let me know. Jor slaapt letterlijk al heel de dag. En ik was even bij de bij gaan liggen. Omdat ik zo moe was. En toen schrok ik ineens wakker. En ik word echt over 5 minuten gebeld door 3FM. In verband met die sekstest. Dus het was een beetje dom dat ik in slaap was gevallen. Maar goed, ik ben wel op tijd wakker. Yes. Top. En we gaan dus ook een drietal vragen aan jou stellen nog een keer. Ja. Dus
Hopelijk heb je meer geluk. Op, ik weet, jij hebt het niet gewonnen, kan je niet zeggen. Misschien heb je het wel gewonnen. Misschien. Maar dat moeten we vanavond maar zien. Op ja, goed. Hey, veel plezier. Top, dankjewel. Blijf hangen. Is goed. Ja, klopt. Zo, nog een keer klaargemaakt voor de derde keer zo vandaag. Jor is eindelijk wakker, dus we gaan nu eten. We hebben net even gegeten bij de Harbor Club Café. Ja. En die sushi was echt lekker. Alleen het vlees was echt niet lekker. Was niet te vreten. Nee, het was echt niet chill. Maar dat was vorige keer ook wel bij Harbor Club Kitchen. Toen was het echt kauwgom, was echt goor. Gewoon. En dit keer was het echt. Ja, het vlees was wel lekker, alleen dat sausje was vies. Het vlees was wel goed. Iets te vet. Je moet dingen proberen om te weten dat je ze niet lekker vindt. Ja, dat heb je goed gezegd. Ja, en nu gaan we lekker naar huis. Even spulletjes pakken en dan bij Joris slapen. Oh ja? En jij wil niet veel dat ik slaap onder een brug, hè? Oh, je woont nog steeds onder de Erasmusbrug. Erasmusbrug, gaan. Dat is in Rotterdam. Maaf, Kees. Zo, we zijn weer thuis van het eten en ik ga lekker slapen. Ik zat in de douche. En ja, ik ga mijn puber afhalen en lekker in bed liggen. En zie ik jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken. Doeg. Goedemorgen. Ik ben bezig met opmaken. Ik kom net uit de douche. Ik heb al gegeten. Het is 2:30. En ik moet straks naar de MCN. Want we hebben weer een livestream vandaag. En gaat het? Dat is dus 4:00, maar het is nu 2:30. Dus ik ga nog wel rustig klaarmaken. De richting de stad. En dan zien we het wel weer wat de dag gaat brengen. Jor is weer weg in de afspraak. En ik heb laatst een hele shitload aan sieraden gekregen. Van het merk. En ik laat dan al die dingetjes eraan zitten. En dan vergeet ik het om te doen. Maar ik ga nu gewoon even een paar dingetjes omdoen. Want ik heb deze al om. Dit is een bandje dat staat op Paradise. En deze heb ik dan van Jor gekregen gisteren. En deze zat in het kerstpakket bij RTL. Maar deze heb ik nu ook binnengekregen. Dus die ander ga ik aan Jor geven. Dat vindt hij wel leuk. En ik ga denk ik dit bandje omdoen. Oh ja, en ik had een heel leuk oorsieraad. Oh ja, deze. Deze ga ik ook indoen. Staat er make me happy. Even kijken of het staat. Ik vind het op zich wel wat te hebben. Ik vind het wel leuk. Het is niet heel opvallend. Gewoon heel subtiel. Maar toch wel leuk. En nu heb ik in mijn andere oor een palmboompje. Ik heb helemaal klaargemaakt en mijn Uber is besteld. Dan ben ik alsnog weer een flinke tijd te vroeg. Maar dan kan ik gewoon nog even eten halen of zo. Dit is wat ik aan heb. Shirtje. Brandy Melville. Het blouseje is van de Zara. Broek Mozwant, het schoenen Vans. En dan doe ik deze tas van Givenchy erbij. En ik denk dat ik gewoon voor dit hondje ga. Maar het regent wel. Maar goed, ik stap toch een taxi in en dan weer eruit. Dus dan zou ik daar niet zoveel van merken. Oké, zit ik gewoon lekker op mijn dode gemakje lekker kaasstengels te eten. Kijk ik naar buiten. Zie ik gewoon vlokken uit de hel komen. Godver, het sneeuwt. Wat kut dit. Ik haat sneeuw. Ook zeg maar, het is niet van het sneeuw wat blijft liggen. Het is gewoon nat en vies en prut. Regen, sneeuw. En Thomas is binnengekomen. Hey To. Hallo. Hoe is het? Goed, ja. Goed. Leuk, jas. Dank je. Dat is de beste even. Oh, echt? Oh, is het deze jas? Ja. Leuk. Ja, maar je lekkere velletje aan. Mhm. Met sneeuw, hè? Ja. Ik ook, ik heb net Gilburg op. Ik zei het sneeuwt, ja. Oh, en dat het stinkt, zei je. Maar het is meer dat ding dat stinkt. Ik dacht je dat zei. Het sneeuwt, nee, het snegent. Ja, nu sneegt het niet meer. Het is sneeuw en regen in. Deze dingen zijn dus niet eens zo lekker. En er zit ook veel te weinig kaas op. Dus eigenlijk meer deeg met een klein beetje kaas. Maar toch, als ik er eentje eet, echt, dit pak gaat sowieso op. Ik vind het echt chill. Oké, we hebben net een soort ding opgenomen van die Cute Weird video's, de intro. En nu gaan we een redactievergadering doen. En doen we het bij deze. Dus, godverdomme, ik pak lekker mijn kaasvingels en een flesje water.
En ik loop naar beneden. Ik heb net gegeten en mijn haar zit vandaag super wild. Omdat ik het gisteren wel een beetje heb gedaan. Maar vandaag dus niet echt. We gaan straks livestreamen. Ingrid Janselaar en Cor van de Mira zijn te gast. Hoe lang duurt het nog? Oh, nog 4 minuten. Dan gaan we weer live. Dat gaat hard. Oké. Dan word je hier weer getafeld, voetbal, zoals altijd. En we gaan het zien. Zin in de livestream wel. Hey Bob. Hey, Motje. De livestream is net klaar. Iedereen zit een beetje. Hey Lau, hoe vond je het? Weer haha. Ik vond het heel erg zwaar. We gingen echt in de comments voorlezen. Ja, ja, ik vond ze bij jou wel heel heftig. Ja, hè? Ja. Maar het gaat soms wel te ver. Kijk, en ze zeggen je alleen in de kutstem, je doet het niet goed. Ja. Prima. Maar dat ze zeggen dat je ziektes mag krijgen. Ja, dat vind ik ook. Zeg maar, inderdaad, ik heb ook maar wat echt precies. Daar had ik het echt met een vriendin over negatieve comments. Heb jij ook gezegd van goh, als je. Het is niet erg, het boeit me niet. Als je me lelijk vindt, dat is het minst erg wat je tegen mij kan zeggen. Klopt. Lelijk, prima. Maar echt die ziekte, echt tijd erin stoppen om die mensen te beledigen. Dan stop je echt, als ik inderdaad iemand niet leuk vind, dan ga ik niet mijn tijd verspillen. Als je me niet leuk vindt, ga ik niet eens kijken. Nee, weg. Precies. Maar dat doen wij. Ja. Ik denk dat als mensen, weet je wat het is? Ze hebben een probleem. Ja. Ze hebben een onzekerheid of iets en dan die uiten het. Ja. Als je heel happy bent en zwemmen met je eigen leven, dan ga je dat niet doen. Neem je niet de moeite om iemand koud te maken. Want als jij je dan verrot voelt, ga je dus liever iets doen om jezelf beter te voelen dan dat je andere mensen. Maar zij voelen zich beter als ze jou afdoen. Ja, dat is super zielig. Maar eigenlijk doen wij hun dus een favor. Een favor. Nou, zo moet je het zien. Kom maar lekker op. Ja. Yeah. Ja, is het zo. Oké, het is een stukje later. Het is inmiddels bijna 11 uur. En we hebben super lang nog nagepraat bij Concentrate. Het sneeuwt hier buiten. Fucking sneeuwt. En Lau wilde hem even thuis afzetten, maar we hadden honger. Omdat de tomatensoep niet te eten was bij Concentrate. Er zit koriander in, echt vies. Echt smerig. En we zijn nu in de Mac. Jee, daar hadden we echt heel veel zin in allebei. Dus, Ik ga hem met chicken nemen, een hamburger. Frietsaus, met chili, alles erop eraan. Oké, top. Ik ben weer thuis en ik was echt langer weg dan verwacht. Oh mijn god, mijn make-up zit zo lelijk. Fucking hell. Ik heb het heel de dag hierbij gewerkt. Ik heb het alleen vanochtend gedaan. Ik heb het heel de dag hierbij gewerkt. Ik ga het er echt afhalen nu. Het was echt een super leuke dag. Die concert livestream. We hadden Ingrid Janselaar van het Cor van de Mira te gast. En Ingrid kende ik al wel. Lau had ik ooit één keer ontmoet, super lang geleden. En die Mira kende ik helemaal niet. Ze had zo'n mooie stem. Echt een super artiest. En Lau en ik hebben na die livestream echt nog super lang zitten praten. En het was eigenlijk heel erg gezellig. En toen zei ze, goh, ik zet je wel even thuis af. Want het schijnt dat we heel erg dicht bij elkaar wonen. En toen zijn we nog even snel langs de Mac gegaan. Omdat we heel erg honger hadden. En ik moet nu draaien in de gym, dat is nu straks. Dus ik ga me even klaarmaken. Want ik zie er echt uit als een stuk stront. Dus ik ga me klaarmaken. Jezus, wat een kop. God. Voor volumieuze haar, dus heb ik altijd eerst dit. Ik zie er echt uit als een fucking heks. Ik laat het nog even inzetten en straks ga ik het stylen. Dus stylen, als in ik stijl het, niet stylen recht maken. Ik heb me klaargemaakt en ik ga nu richting de Jimmy mijn Ubers bestellen. Dus ik wacht er nu op. En dan uurtje plaatje draaien. USB niet vergeten. Koptelefoon niet vergeten. Oké, top. Ik ga mijn tas pakken. Hey, ben ik Jimmy. We zijn bij de pick-up club. We gaan hier een groot feestje bouwen. Waar is iedereen? Waar zijn jullie? Jullie niet hier. Hoi, we zijn onze friends on Instagram. We love you. Monica loves you too. Jullie Jimmy. Oh, Godshot making them pick. Martin Garrix heeft wat groeipillen genomen. Bedankt voor het kijken. We hebben Hakim Elkordi. Ik heb duim omhoog gesteken. Doei. Oké, ik was na de Jimmy naar de Soos gegaan. En wie heb je opgehaald? Dasha, Steve en Johnny. Hey. Squad calls are back. Gang members, oh my god. Gang signs, ja man. En we gaan nu naar de Bubbles. Bubbles. Ik ben er nog nooit geweest, maar het schijnt top te zijn. Ontgroening. Ik ben weer thuis en ik ga lekker slapen. Het was best een gezellige avond. Het was in de Jimmy. En ik was er alleen, dus Ali was gekomen, super chill. En gezellig was ook wel, het was heel rustig daar, maar het was uiteindelijk nog wel gezellig. Toen ben ik met Ali en een vriend van hem
zijn we naar de shows gegaan. En daar waren Dasha en Stevens aan het draaien en zo. Dus dat was eigenlijk ook heel gezellig. Toen wilde ik daarna nog naar de Bubbels gaan. Even naar Fout Café, maar dat was dicht. Dus toen ben ik lekker naar huis gegaan. Ik vond het echt een leuke dag. Was echt, die livestream was super gezellig. Ja, ik weet niet. Doet me altijd fijn. Of doet me altijd fijn, doet me altijd goed. Als ik echt een productieve dag heb gehad. Maar zo productief was het niet. Maar ik ben thuis met een voldaan gevoel. Daar gaat het een beetje om. Ik ga lekker mijn make-up ervaren, tandjes poetsen. En dan ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doeg!